Vandaag een antwoord op de vraag van Henk. Henk werkt normaal gesproken op kantoor. Hij heeft op zijn werk heeft hij ook een eigen kantoor, los van de kantoren van zijn werkgever, los van de kantoren van zijn collega's. Lekker rustig. Henk is daar normaal gesproken heel de dag door gewoon bezig met zijn werkzaamheden. En voelt hij gewoon rustig uit, zonder daarbij aan zichzelf en zijn capaciteiten de dingen die hij uitvoert voor zijn werk te twijfelen. Hij heeft dan ook nooit de behoefte om doorheen de dag zijn kantoor uit te gaan, een kantoor van een collega binnen te stappen of zelfs bij zijn werkgever zijn kantoor aan te kloppen om te vragen om hun mening over hetgeen hij heeft bedacht, hetgeen hij heeft uitgevoerd. Nee. Heeft hij geen behoefte aan, want hij twijfelt niet over zijn capaciteit. Hij twijfelt niet over zijn verrichte werkzaamheden. Dus hij voert het altijd rustig uit, zonder aan zichzelf te twijfelen. Eén keer in de zoveel tijd heeft hij ook een overleg. Vindt hij allemaal maar onzin, want ja, hij krijgt toch nooit commentaar. Hij kan gewoon lekker zijn ding doordoen, want hij voert zijn taken gewoon goed uit. En met een functioneringsgesprek hoeft hij zich ook nooit druk te maken. Maakt hij zich ook nooit druk, want ja... Hij weet toch wel dat hij goed functioneert. Henk is een zeker persoon. Normaal gesproken. Tenminste, als het op zijn werk aankomt dan, hè. Sinds de corona-lockdown aan de orde is en maatregelen zijn getroffen waarbij toch veel mensen thuis moeten werken, werkt ook Henk thuis. Nou ja. Dat is eigenlijk niet heel anders dan voorheen. Want thuis heeft hij ook gewoon een afgesloten kantoortje. Hij heeft gewoon een kantoortje in zijn huis. En ja, hij moet gewoon vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren. En wat merkt Henk? Henk merkt opeens onzeker te worden over zijn te verrichten werkzaamheden die niet zijn veranderd. Over hetgeen hij heeft uitgevoerd, of hij dat wel goed doet. Hij heeft opeens behoefte aan de mening van zijn collega, zijn werkgever, of hij het allemaal wel goed doet en heeft gedaan en dergelijke. En nu weet hij wel dat hij een videoconference call aan kan vragen en een overleg aan kan vragen om die dan via de computer plaats te laten vinden. Nou, dat doet hij maar niet, want ja, hij wil niet dat die twijfel die opeens op is komen doemen doorschemert bij zijn collega's en bij zijn werkgever. En dat zij, die nooit aan hem twijfelen, ook aan hem beginnen te twijfelen. Want als hij de twijfel over zichzelf uit, ja, dan kunnen zij natuurlijk ook gaan twijfelen. Zo van, er is iets aan de hand met Henk in de thuissituatie. Nou, dat wil hij liever niet, dus hij vraagt niet een dergelijk gesprek aan. Maar waar komt Henk dus nu wel mee? Ja, met die onzekerheid, doe ik het wel goed? Voer ik mijn werkzaamheden wel uit? Dat vindt hij zo vreemd, want normaal gesproken is hij totaal niet onzeker. Voert hij zijn werkzaamheden zonder twijfel, voert hij uit. Waar komt dat opeens vandaan? Vraagt Henk zich af. Nou, Henk, om zelfzekerheid te kunnen ervaren, daadkracht te kunnen ervaren, gewoon lekker door te pakken met datgene in jouw hoofd komt en zeker te zijn van ja, dat is gewoon goed, zonder daarbij twijfel en onzekerheid te hoeven ervaren, moet jouw lichaam in een goede voedingstoestand verkeren. Sterker nog, vooral jouw hersenweefsel moet in een goede voedingstoestand verkeren. Dus een rustige, constante stroom van vocht en voedingsstoffen die nodig zijn in jouw hersenen om een optimale informatieverwerking en integratie van informatie mogelijk te kunnen maken. Dat is nodig om zelfzekerheid te kunnen ervaren. Daadkracht te kunnen ervaren weinig twijfel en onzekerheid te hoeven ervaren. Dat is nodig. En enkel wanneer die goede voedingstoestand in jouw lijf heerst en een continue optimale stroom van vocht en voedingsstoffen naar jouw hersenen plaatsvindt, jouw hersenvocht een ideale samenstelling heeft en die informatieverwerking en integratieverwerking goed plaats kan vinden, dan kunnen tekorten in neurotransmitters
die al die informatie over moeten dragen. En die voor een zeker ofwel onzeker gevoel, een stabiel oftewel een instabiel gevoel zorg moeten dragen. Neurotransmitter tekorten, zoals de neurotransmitter dopamine, welke ja, nogal van grote invloed op is op jouw daadkracht en zelfzekerheid, ja, die kunnen voorkomen worden. Het feit dat jij sinds de corona-lockdown aan de orde is, opeens aan jezelf begint te twijfelen, opeens niet zo zeker meer bent van je kunnen en van jezelf, van je werkzaamheden, te verrichte werkzaamheden en al verrichte werkzaamheden, wankel voelt, je klein voelt, onzeker voelt, niet daadkrachtig door kan pakken door die twijfel, door die onzekerheid, dat duidt op een voedingsstoffentekort, vocht en of voedingsstoffentekort. Even de lamp aan doen. Ik heb te lang stil gezeten. Dat duidt op een vocht en of voedingsstoffentekort in jouw lijf, waardoor jouw lichaam moeite krijgt jouw ideale bloedsamenstelling op peil te houden. Waardoor jouw lichaam moeite krijgt om een continue, optimale stroom van vocht en voedingsstoffen naar jouw hersenen mogelijk te maken. Waardoor de ideale samenstelling van jouw hersenvocht verstoord kan raken. Waardoor de optimale informatieverwerking en integratie van informatie kan gaan verslechteren. En heel snel tekorten in neurotransmitters zoals de neurotransmitter dopamine kunnen ontstaan. Ja, dopamine, dat is een neurotransmitter die gevormd kan worden uit een niet-essentieel aminozuur. Dus nou ja, daar kan je lichaam wel vormen, ook al zou jij tekorten hebben in dat aminozuur in jouw voeding. Maar bij een slechte voedingstoestand in jouw lijf, dan ervaart jouw lichaam stress. En stress, ja, dat vereist een verhoogde afgifte van stresshormonen. Zoals adrenaline en noradrenaline. En waar worden deze stresshormonen uit gevormd? Uit dopamine. Dus ze kan in tijden van stress, dus wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, dat is stressvol voor je lijf, omdat je lichaam niet goed in staat is jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken. En dat is stressvol, want dat bepaalt jouw overleven. En dat goed functioneren van jouw lijf kunnen jouw hersenen dus versneld uitgeput raken van dopamine. Kan er al spoedig een dopamine tekort ontstaan. En dan zul jij dus in zelfzekerheid dalen en in onzekerheid stijgen. Dat merk jij, dus vermoedelijk is er een slechte voedingstoestand ontstaan in jouw lijf. En dat kan ontstaan heel snel in tijden van stress. Nou, en nu is de corona-lockdown voor velen nogal stressvol door alle zorgwekkende informatie die ze verkrijgen. Ziektes in de omgeving, mensen die sterven, opa's en oma's die niet bezocht kunnen worden, weinig contact met intimiteit, met vrienden. Dat is heel stressvol voor heel veel mensen en dat put uit. Dat veroorzaakt een slechte voedingstoestand in je lijf. Dat veroorzaakt een verhoogde afgifte van stresshormonen in je lijf. En op basis daarvan zou de ideale stroom van vocht en voedingsstoffen richting jouw hersenen verslechteren. Zullen jouw hersenen versneld uitgeput raken van stoffen die daar nodig zijn om een optimale informatieverwerking en verwerking van informatie, integratie van informatie mogelijk te maken. Kunnen neurotransmitters tekorten snel ontstaan. En ja, dan ga jij aan jezelf twijfelen. Dus vermoedelijk heb jij nogal wat stress sindsdien, Henk. En ligt dit ten grondslag aan jouw dalende zelfzekerheid en jouw stijgende onzekerheid.